Nee! Nee! Dat meen je niet. Het is echt comfort. Nee jongens, nee de modder. Dat meen je niet. Waarom? Waarom zo? Hoi alle, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik De Mol. We bespreken onder andere de vette finale opdrachten, De Mol en de verdere voortzetting van dit kanaal. Nou ja, de finale is natuurlijk gespeeld van De Mol België. De Mol is bekend, de winnaar is bekend, de verliezend finalist is bekend. Al mijn aantekeningen die ik nu zo zal bespreken zijn gemaakt tijdens het zien van de finale. Ik wist toen natuurlijk De Mol nog niet. Ik dacht dat ik De Mol wist. Dus ja, we gaan zien wat ik ervan gebakken heb tijdens de finale. Wat het eerste wat mij opviel was dat de aflevering begon met heel veel toast, toast en toast shots. Kan dus een goede verwijzing zijn naar toast als mol. Nou, toen kwam er dus goed nieuws, cactussen en het weerbericht. Goede opdracht dus. Ik denk logisch gezien dat je als mol Lancelot of Toos wilt zijn, aangezien je hier veel te maken krijgt met het geld. Allereerst nemen ze gelijk al een verkeerde afslag. Als tweede nemen ze de goede afslag doordat Toos het goede antwoord wist. Lancelot probeert nog even te mollen door te zeggen dat het antwoord van Toos niet de juiste is. Toen kwam Comfort even. Zij raadt de locatie en het nieuwsonderwerp net buiten de tijd. En dat kostte €500. Nou ja, in dit geval vond ik dus Lancelot en Toos veel verdachter. Omdat zij meer geld konden verdienen. Waarom zou je als mol zitten bij iets kleins? Nou ja, hierna geeft Toos wederom een goed antwoord over een vogel in een camerabeeld. Dus dat hier zeg maar een vogeltje zo in het beeld kwam. Als mol moet je dus wel meegaan met Toos. Dus stel Lancelot zou de mol zijn geweest. Dan zat ze heel goed met Toos, weet je wel. Toos ging een reportage geven over de geplante cactus. Hierna moest Comfort een weerbericht doen met geluidsman Lancelot. Lancelot heeft in deze opdracht dus best wel een belangrijke taak. En wat doet hij hier? Hij laat het geluid te laag zakken. En dat kostte ook weer €500. Alhoewel Comfort hier natuurlijk ook nog best wel wat geld laat liggen. Dus even een reminder, alles wat ik hier zeg, heb ik gezegd tijdens de finale. Toen kwam er ineens een reclame. Dat heb ik ook opgeschreven wanneer er een reclame kwam. Toen kwam er een reclame. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het snel hier beneden. Nou, toen was er de laatste verdienopdracht in de biosfeer. Super vette opdracht. Vooral ook een hele vette locatie. Ook met de achtergrond van het gebouw, de geschiedenis. Het is echt gewoon super vet. Het is gewoon weer echt een finale opdracht waard. Nou, dus we kwamen eerst in het regenwoud. En hier was Toos denk ik niet zo verdacht. Hij was heel stellig met zijn geld. Hierna kwam de oceaan en hier ging Lancelot wel heel erg veel tijd verspillen. Uiteindelijk had hij een heel slim trucje om dat potje mee te pakken. Tussendoor kwamen de geheime aanwijzingen van de mol natuurlijk. En ik heb opgeschreven dat die heel erg lijken te wijzen naar de richting van Comfort. Maar toch vind ik Lancelot erg verdacht, heb ik erachter geschreven. Het valt ook nog op dat Lancelot de paal van de sleutel nacheckt en daar niks vindt. Was weer heel erg verdacht, was weer voor mij weer een molpuntje. Helaas. Toos vond hem daarna natuurlijk uiteindelijk de sleutel. Dus weet je, dan is Comfort dus automatisch ook best wel verdacht. Iemand heeft een geheime aanwijzing naar de mol gelezen wat €1000 kostte. Nou, de vraag is natuurlijk wie, maar ik denk dat dat dan dus de mol is geweest. Toen kwam het etentje en Gilles vroeg aan iedere finalist of ze de mol waren. Ik heb opgeschreven dat Comfort mij best wel erg opviel qua gedrag. En wederom kwam er nog eens een toast. Toen de finale test antwoordde, Comfort zit op Toos, Lancelot zit op Comfort en Toos zit op Lancelot. Een ideale finale situatie dus. Het is best raar om dit allemaal zo terug te lezen in mijn aantekeningen. Want ja, zoals we al weten, spoiler alert, was Comfort de mol, Lancelot de winnaar en Toos de verliezend finalist. Dus Tim, wat vind jij ervan dat de mol rood kan krijgen? Het is iets
ja, het is iets heel erg nieuws om eigenlijk te zien. Om eigenlijk te zien te krijgen natuurlijk. Zeker omdat Gilles, jongens, ik kan er niks meer uitspreken. Zeker omdat Gilles echt benadrukte dat de kandidaten hier een voordeel kunnen krijgen of verdienen. Dus de kandidaten zelf. Dus vind ik het eerlijk. Ik vind dat lastig te zeggen. Doordat Comfort een rood scherm had, had ik haar eigenlijk gewoon per direct eerlijk afgestreept. Net zoals heel veel andere mensen. Net zoals, even kijken, 65% of zo. Doordat Comfort, ja, weet je, rood is rood in mijn mening. In mijn optiek is rood rood. Maar ja, de mol gaat nooit naar huis. Dat betekent niet dat de mol geen rood scherm kan krijgen. In ieder geval vond ik Comfort zelf, kijk weet je, ondanks het rode scherm is Comfort best een goede mol. Daar kunnen we niet omheen gaan, ze heeft het minst verdiend van alle andere kandidaten. Maar ja, weet je, we moeten het ook allemaal een beetje gaan vergeten. Dat rode scherm is dat rode scherm jammer, vind ik dat zelf. Maar dat kan denk ik toch te maken hebben met die Back to the Future van vorig seizoen ging de mol in deze aflevering naar huis. En nu gaat de mol niet naar huis door een rood scherm. Ik denk dat het daar een beetje mee is te maken geweest. Lastig. Ze hebben het nog nooit gedaan in ieder geval. En ik ben ook heel benieuwd naar aankomende zondag de uitleg hierover hoe dat allemaal tot stand is gekomen en zo. Dus ik hoop dat we daar een goede uitleg van krijgen. Goed, hoe kan het dat ik dit jaar beide mollen fout heb? Eigenlijk door de meest simpelste reden. De mol ligt er te dik bovenop en de mol had een rood scherm. Ja, in hoeverre is dat eerlijk voor het spel? Lastig. Heel erg lastig eigenlijk. Maar ja, weet je, de Mol België is nu eigenlijk zo goed als afgesloten. En dat betekent dat we nu eigenlijk ook weer moeten gaan wachten op Wie is de Mol Nederland, dat weer in januari van start zou gaan. Januari, jongens, januari. Maar voordat het januari is, kunnen jullie op mijn kanaal nog genieten van onder andere de serie De Moord. Wat een hele toffe serie wordt waarin er een moordzaak opgelost moet worden door 4 rechercheurs. Verder de serie Verlaten en nog een nieuwe podcastserie. Naast deze serie zullen er ook af en toe wat goede video's, wat grote goede video's gaan komen. Iets anders dan Wie is de Mol natuurlijk, maar dingen zoals dat ik gewoon met mensen die ik dan online heb leren kennen door Wie is de Mol of zo iets ga doen. Een spel, challenge, quiz. Verder ben ik ook nog bezig met een heel geheim videoproject wat wel te maken heeft met Wie is de Mol. Dus stay tuned als je daar echt nieuwsgierig naar bent. En dan om deze video af te sluiten, aankomende zondag om 8 uur precies is de reunie aflevering van de Mol te zien op GoPlay en Play 4. Daarnaast heb ik met Dinant, Kim en Arjan de podcast Procast. En de allerlaatste podcast aflevering met een speciale gast komt aankomende woensdag online op Spotify en YouTube. Deze week dus geen podcast aflevering, maar volgende week wel. En dan weer van beide afleveringen, zodat we gewoon alles in één keer kunnen bespreken. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar alle De Mol België video's van het afgelopen seizoen. Ook natuurlijk van de Wie is de Mol video's, mocht je die ook hebben gekeken. Abonneer zeker voor meer en dan zie ik jullie de volgende keer, volgend jaar, januari, volgende keer, hopelijk weer. Laters.